Dus mijn driekamerfilter. En bij de uitlaat heb ik bierballen. Dus ja, voor een soort filmlaagje. Om water te creëren. In de middelste heb ik matten. Met extra zuurstof. Dan heb ik dit continu. Dan heb ik nog af en toe één pomp s'avonds aanstaan. Dat is deze. Die heb ik zelf een soort frame gemaakt van PVC buis. Hele kleine minuscule gaatjes ingeboord en die doet dan extra zuurstof. Geven s'avonds. Van s'avonds 10 tot s'morgens 7. Hier heb ik mijn kooiborstels. Pas nog wat borstels bij gedaan, dus dat is flink wat borstels wat hierin zit. En mijn Vortex, die heb ik later bijgebouwd. En die zit, ja, hier zie je nog mijn kooiborstels, maar daaronder zit, heb ik een soort schuimmat erin gemaakt met de schijf. En daaronder zit nog een plastic plaat, zeg maar. En daaronder zit er ook nog weer een rubberen mat. En daar helemaal onderin heb ik allemaal korte stukken kooimat erin gedaan. En die ook al het grove vuil, zeg maar, extra tegenhoudt. Dus dit is mijn filter. En in principe, ik ben nog niet klaar. Want ik wil nog zelf nog dingen uitproberen. Voor eventueel hier ook nog extra kleine stukjes PVC buis erin te doen. Kijken of er ook iets extra's doet aan waterzuivering. Maar ja, daar ben ik nog niet mee klaar. Maar dit is in ieder geval mijn filter. En dan doe ik ook de zomermaanden 3 keer in de week. 10% verversen, een beetje spoelen. En nu tegen de winterperiode doe ik 2 keer in de week.